Oma Brit leest voor. Verhalen van Ot en Sien. Geschreven door Jan Lichthart en H. Scheepstra en geïllustreerd door C. Jetses. Winter. Regent het nog, moeder? Nee, Ot, het is droog. Maar het heeft gevroren. Ga maar eens kijken. Ot gaat eerst Sien halen en dan gaan ze samen op straat. Het is wel koud, maar dat geeft niet. Gisteren lagen overal plasjes water. Nu zijn die weg. Het zijn plekjes ijs geworden. Wat leuk is dat. Je kunt erover glijden en met je klompen op kloppen. Kijk, Sien, durf je dat? Ot loopt door de goot. Oh ja, dat durft Sien best. Het ijs is sterk genoeg. Maar wat is dat? Wat valt er nou uit de lucht? Sneeuw. Het is sneeuw. Zie je, Sien? Ja, Sien ziet het ook. Al die kleine witte vlokjes. Wat zijn het er veel? En de straat wordt er wit van. En Ot en Sien ook. De vlokken worden groter. Het sneeuwt erger. En de hele lucht is grauw. En vol sneeuw. Vol kleine en grote vlokken. Vangen, Sien, in je mond. Ja, ja, vangen. Daar staan ze met hun mond open. Het gezicht naar boven. De witte vlokken vallen op hun wangen en op hun neus. En ook in hun ogen. Die kunnen ze daardoor niet open houden. Blijf toch niet langer in de sneeuw, roept moeder. En ze moeten binnen. Waarom moeten we nou binnenkomen? Het was zo fijn buiten in de sneeuw. Ga maar voor het raam staan, zegt moeder. Daar kun je de sneeuw ook wel zien. Nou, en of ze die kunnen zien. Alles komt onder de sneeuw. De huizen, de straat, de bomen, alles. Kijk, die eens zachtjes naar beneden komen, Sien. Ot wijst naar een vlok. Welke? Vraagt Sien. Maar dan weet Ot het ook al niet meer. Er zijn er zoveel. Oh, kijk eens. Daar blijft er een vast aan het raam kleven. Oh, en nog een. En daar? De vensterbank ligt ook al helemaal vol. Hé, wat raar is dat. Daar komt een rijtuig en ze hebben het niet gehoord. De wielen zitten ook onder de sneeuw. Maar al kun je het niet horen, je kunt wel zien waar het langskomt. Kijk eens wat een diepe sporen het maakt. Ot wil erg graag weer naar buiten. Toe, moeder, mag het? Naar buiten, in zulk weer? Nee, Ot, dat mag niet. Hé, wie komt daar aan? Het is Trui. Ze is helemaal wit. Haar muts, haar mantel, alles is wit. En aan haar klompen is de sneeuw blijven kleven. Kijk toch eens, wat veel. Ze kan er bijna niet meer op staan. Hoe heb je er toch op kunnen lopen, zegt moeder. Trek ze maar eens snel uit. Ze slaat de sneeuw van de klompen af en Trui gaat naar binnen. Haar gezicht is nog nat en het haar plakt tegen haar hoofd. Was het leuk? Vraagt Ot. Nou en of, zegt Trui. Heel fijn. Maar ze kruipt toch gauw bij de kachel. Haar kousen zijn nat en haar handen koud.